Voor de mensen die altijd staan te springen voor zeg maar de vakantievlogs. Ik zou zeggen, ga er goed voor zitten aankomende week. Wij hebben ook een hele leuke trip op de planning staan. Wow, kijk eens even. Hoppakee, Landal feliciteert Enzo Knol met zijn 3000ste vlog. Ik ga dus 3 vakanties weggeven voor een maximaal 6 personen per vakantie. Knol power! Dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuw vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb echt heerlijk geslapen en ik word zojuist wakker. En Marjan is alweer bezig om dingetjes in te pakken voor de trip waar we vandaag naartoe gaan vertrekken. Dat wordt echt super tof. En kijk eens even wat ik heb gekregen. Een heerlijke cappuccino met daarbij een potje jam en 2 croissantjes. Echt super lief. Ik heb echt heerlijk geslapen. Ik ben serieus gewoon in slaap gevallen in deze outfit. In een joggingsbroek en t-shirtje. Ik had het zo koud op een of andere manier. En ik slaap eigenlijk nooit met kleren aan. Maar nu heb ik, ja, ook al heb ik ook gewoon een knolpauwen pyjama liggen. Maar goed. Er staan nog wat knolpauwen pyjama's trouwens op knolpauwen.nl. Dus mocht je daar interesse voor hebben, check even knolpauwen.nl. En een paar 50-50 items. Ik ga nu eventjes Mario verder helpen met tas inpakken. En dan straks komen er nog gasten die meegaan met onze trip en dat wordt echt super leuk. Dus voor de mensen die altijd staan te springen voor zeg maar de vakantievlogs, ik zou zeggen, ga er goed voor zitten aankomende week, want het is natuurlijk herfstvakantie en wij hebben ook een hele leuke trip op de planning staan. We rijden de parkeergarage uit en het is eigenlijk wel jammer, want we lopen Bas echt net mis, want Bas die is hier elk moment en die gaat op het huis passen alle dagen dat we weg zijn, dus die gaat weer lekker alles onveilig maken. Dus dat wordt hartstikke leuk, maar daar zien we straks vast nog wel eventjes een filmpje van dat Bas er is. Maar voor nu, we hebben de auto echt proppie vol. Dat is niet normaal. Ik snap niet. Nou, ik snap het eigenlijk wel. Want volgens mij is meer dan de helft van de spullen van mij. Ja. Ja, dat is echt ziek. Ik heb echt heel veel Pokémon kaarten meegenomen. Want ik ga natuurlijk ook weer livestreamen. Dus dat doe ik dan in het buitenland. Ook al ben ik daar. Want elke zondag ben ik gewoon live op Twitch. Dus ook gewoon nu als ik in het buitenland ben. Dus daar heb ik een hele leuke Pokémon kaart voor meegenomen. We hebben een grote bal meegenomen die we gisteren hebben meegekregen bij de leverancier van Knolpower. En voor de rest hebben we gewoon alles in de kofferbak vol zitten. Wat te maken heeft met gewoon alle leuke dingen die we gaan doen voor de 3000ste vlog die we binnenkort gaan opnemen. En ja, gewoon kleren, sportieve kleren, chill kleren, mooie kleren. Heel veel sportieve kleren. Ja, wat nog meer. Toilettas, noem alles maar op. Ja, en ik vind het dan altijd zo bijzonder. Dan gaan we nu een weekje weg en er zit een hele auto vol. En als we met het vliegtuig gaan, dan kan je het allemaal in een koffer. Dan past het wel allemaal. Ja. Dat is toch raar? Ja, ook al moet ik zeggen, ik heb ook net nieuwe camera's binnengekregen. Dat is een hele grote doos en die heb ik ook meegenomen. Dus ja, en niemand neemt zo'n bal mee? Niemand neemt zo'n bal mee, inderdaad. En het is ook zo dat als je weet dat je zoveel ruimte hebt, dan ga je gewoon van alles meenemen. Ja, dat is wel zo. Op het laatste moment, deze paar schoenen kunnen ook nog wel mee en dit kan ook nog wel mee. Ja, dus dan ga je er niet echt voorzichtig mee om van, we kunnen bijna niks meer pakken. Of meenemen. Maar goed, ik heb er heel erg veel zin in. Het gaat mij echt benieuwen. Zo, gaat jou benieuwen? Het gaat mij benieuwen. Oh, wat wij gaan meemaken de aankomende dagen. Het gaat me echt benieuwen. Weten mensen wel wie er nog meer meegaan? Nein. Nein, man. Oh, nein, man. We gaan zu Deutschland. We gaan zu heute. Deutschland. Heute, we gaan zu Deutschland. Wat is heute? Vandaag. Ah, vandaag. Heute, heute. Und wir stehen in die Landal Mont Royal. In Kreuf. In Kreuf. Ja, we gaan weer op een heel erg mooi plekje van Landal lekker vertoeven. Ja, leuk. Ja, toch? Oh, en je kan straks ook nog een pakketje ophalen. Die moeten we ook nog ophalen. Hey, ja, zeker weten. Dat moet er, dan moet dan in die andere auto. Ja, ja. Ah, gaat helemaal goed komen. Oké, niet echt de beste weersomstandigheden op dit moment. En misschien in Duitsland ook wel niet helemaal. Maar dat zien we vanzelf wel. Dan mag de pret niet drukken, zoals jullie weten. We maken er altijd een mooi feestje van. Was goed? Ja, zeker. Damn. My brother. Are you good? Yeah, man. Gaan we op een trip, hè? We gaan op een Thai-strip. Gaan we op een Thai-strip? Ja, knolpauwertje, alles. Iedereen, hè? Nu zien jullie wie we gaan, met welke mensen. Dus we hebben een mooie groepie. Janneke, Thijs, Noël, Myron. Dames en heren, dit is echt zo ontzettend sick. Ik had al wat kaarten in de auto liggen, maar check dit gewoon. Ik heb weer allemaal nieuwe kaarten opgehaald. En dit is echt super sick, want check deze. Oh mijn god. Dit is zo sick. De Ultra Premium Collection Box. Die is ook gewoon €150. Maar deze box die ga ik dus openmaken op de livestream. Dus als je erbij wil zijn, zondag
Om 6 uur ga ik deze Mega Premium Ultra Collection Box openmaken. Ik heb ook 3 van deze mooie koffertjes, van die lunchboxen. Zit ook allemaal vette spullen in. Ik heb deze, zit ook gewoon een Pikachu figuurtje in. Super tof. En ik heb hier nog een Elite Trainer Box. Dat is ook heel erg dik. Dus dit wordt echt een mega pack opening weer, man. En jullie zijn erbij, bro. Oh. Hey, die zijn giftig, die moet je nooit eten. Oh, je hebt net al eentje op. Nee, serieus. Ja, die is serieus. Nee, is echt niet. Serieus? Ja, die zijn echt die giftig. Net echt in opgegeten. Nee, echt niet, je lult. Dat is een appel. Ja, die kan je gewoon eten. Ja. Nee, deze kan je echt niet eten, hoor. Je moet nooit dit soort shit in Nederland eten qua besjes en zo. Zijn het besjes? Ja, volgens mij zijn het serieus besjes. Nee, ik heb die niet gegeten. Dus we zijn van die kruiding. Hey, wat hebben jullie gekocht? Ja, ik had serieus vanochtend in de app nog gestuurd, neem je zwemkleding mee. En ik heb het niet meegenomen. Wauw, dus in plaats van knolpauwen zwemkleding heb je gewoon nieuwe gekocht? Ja, en anders moesten we nu nog weer helemaal langs huis. Ja, deze wow. Deze is wel leuk, toch? Ja, zeker. Niet? Jawel. Jawel. Alleen één logootje. Ja, ik mis gewoon een KP-logo. Ik schrijf het dan met stift erop, goed? Ja, ja, doe dat. Ja, ja. En Noël had 2 zwembroeken mee, dus jij kan al eentje van Noël aan. Lekker bro. Wel knophouden. Hey, lekker bro. Ik kan knophouden zwembroek bij. Lekker bro. Maar laten we gaan, want ik zag net dat het 4 uur en een kwartier is. Ah! 4 uur en een kwartier, het was eerst 3,5 uur. Ja, maar er staat overal file blijkbaar. Hoi joh. Oké, dan gaan we maar snel weg, dames en heren. Oh, ik heb hier zoveel zin in, niet normaal. We gaan met 2 auto's. Thijs en Jantje, die gaan met 1 auto. Jij? ja hoor, nieuwe naam! Jantje! Maar alleen als je het goed vindt, alleen als je het goed vindt. Oké, dat is nice. Kijk, niet dat ik aan Myron toestemming heb gevraagd, maar wel nu even voor Jantje. Navigatiecheck. Oh, we komen 17:19 aan, 363 kilometer. Het is nu 2:10. Ja, dan wordt het maar even rijden dan. Hier staat 17:43. Dat is nogal een verschilletje. Ik denk wel dat het ongeveer hetzelfde is. Mag ik zeggen dat ik die jas best wel mooi bij jou vind staan? Dankjewel. Ik zit nog te wachten op die jas, want dan draag ik die de hele tijd. Oh, mijn winterjas. Ja, ja, dat komt nog. Maar deze nog. Zit ook super lekker. Ja, echt zacht. Nice. Ja, die is voor mij ook. Mooi zo. Die bal moeten we straks even droppen bij Thijs. Ja, want die zit een beetje in de weg, hè? Ja, gaan we droppen. Oké. Okay, en ik ga eventjes wat dingetjes doen. Ciao, ciao. We worden uitgezwaaid. Super schattig. Dit is echt nice, want ik ga eventjes wat dingetjes doen op de computer. En natuurlijk alweer Pikachu. Overal Pokémon, dames en heren. Is niet normaal. Maar het is wel heel chill dat ik op deze manier gewoon lekker aan het werk kan. Ja, kom maar, maatje. Hey! Oh, ja. Die is sick, wow. Hè? Die gaan we meenemen, bro. Hey, pas op voor de auto! Oh, de scooter! Oh my god. Maar die bal is echt lijp, hè? Die wordt echt mooi. Ja. Ik ga een trucje mee doen. Ja, deze is wel goed, hè? Wow, deze bal is toch geniaal. Hoe kom je hier ineens aan? Ja, nou weet je wat het is? Ik zal het je uitleggen. Het is best wel een leuk verhaal namelijk. Ik ging namelijk knolpauwpakketje inpakken gisteren samen met Marvin, omdat die drop van knolpauw zo ontzettend ziek was. Die ging goed, hè? Die ging echt goed. Dat is niet normaal. En ik heb nog een hele leuke verrassing voor de 3000e vlog. Een actie op knolpauw.nl, maar daar kom ik binnenkort mee. Maar soms, kijk, ik heb best wel wat knolpauwballen al op de webshop gehad en uitverkocht en nu weer nieuwe. En soms denkt die ballenfabrikant zo van, weet je, ik ga gewoon iets opsturen. Ja. Misschien vindt hij het leuk. Ja. Dus dit had die leverancier gewoon opgestuurd, die fabrikant uit volgens mij Pakistan. En die had gewoon zoiets van, weet je, ik stuur deze gewoon mee, misschien vind je het leuk. Dus en ja, toen zei Ruben gisteren van, joh, je mag hem hebben. Maar weet je wat vreemd is? Dit is letterlijk een echte voetbal, alleen dan echt groot. Hij is precies hetzelfde. Ik denk 3 of 4 keer zo groot. En weet je wat het sick is? Gewoon precies wat jij nu doet, dat dat mogelijk is zo raar. Het ziet er zo raar. Dat dat gewoon kan, hè, met zo'n grote bal. Ook al moet ik wel zeggen dat deze bal is niet heel... Hoi joh, hoi joh. Hé, mooi. Laten we even hoog houden. Hoi joh. Ik laten we even hoog houden, let's go. Ja, kom maar. Hoi joh. Hoi joh. Die bal is zo... Ja, oh, nee! Oh my god! Oh my god! Nee! Dit meen je niet, bro! Dit is echt een nachtmerrie, bro! Ja, nu moet je aanbellen. Oh, ik zie hem daar liggen! Ja, dit is echt een nachtmerrie, man! Oh my god! Ja, nu moet je kijken of je erop kan klimmen.
Ja, Noël, jij schoot hem, jij gaat rennen. Ik ga op jouw schouder staan. Nee, dat is allemaal slijm hier. Ik ga huilen. Ik ben wel benieuwd hoe dit eruit zou beelden, want het ging zo snel voorbij. Ik kreeg die bal tegen mijn knie en toen vloog je Let's go. Let's go. Super nice, serieus, super nice. Ik heb de bal nog terug weten te vinden. Oei, maar die bal is nu wel echt zo geniaal, niet normaal. Hoi. Oké, let's move, let's go to Deutschland. Holy damn, dames en heren, wat voelt het goed om weer hier te zijn. Want zoals de meeste mensen weten, ik heb 3 maanden hier gewoond. En dan om nu weer hier te komen, voelt echt als thuis zijn. Dat is echt super chill. Het ruikt ook gewoon helemaal weer naar Enzo en Mara. Want in de tussentijd raak je natuurlijk ook gewend aan die geur. En als je dan weer even weg bent, dan... Heerlijk! Ik ga lekker een weekje genieten hier. En jullie gaan weer lekker genieten van de vakantievlogs die eraan gaan komen. Dus dat is ook super leuk. En het is natuurlijk weekend, dus ik ga mijn computer lekker aansluiten in de studio. En dan ga ik beginnen met editen, want de vlogs moeten natuurlijk ook geëdit worden. En ik heb even boodschappen gedaan, dus die ga ik ook even in de koelkast zetten. Want ik heb even wat eten voor mezelf gehaald. En natuurlijk blikjes drinken, want Enzo en Myron die drinken alleen maar water. En ik ben gek op die blikjes Fanta. Dus die ga ik ook even in de koelkast zetten. En dan heb ik gewoon een week lang... Een heel huis voor mezelf. Damn. Met natuurlijk het fijne uitzicht hier. Het weer is niet zo heel erg goed. Maar ik hoop dat het bij Enzo en Myron wel even chiller is. Zeker op vakantie, want dan heb je toch wel even lekker dat vakantiegevoel. En ik ben ook benieuwd hoe het met Joke gaat. Dus daar ga ik binnenkort ook even heen. Want zoals jullie weten heb ik een rap voor Joke geschreven. En die wil ik natuurlijk binnenkort laten horen. Maar dan is het wel het leukste als Enzo er ook bij is. Dus dat komt hopelijk binnenkort. En jullie kijkers, geniet van de vakantievlogs. Ciao! Nou, we staan al lekker vast in de file hoor. Helemaal toppie. Echt nice. We zijn serieus nog geen uur onderweg. Maar goed. Het is Nijdans. Huh? Ik denk, want we gaan nu als eerste even naar een tankstation toe. Even naar tankstation toe. Ik kwam gewoon niet aan mijn woorden, jongens. Kom op. Weet je hoeveel ik lul op één dag aan elkaar vast? En dan maak ik één foutje en dan doen jullie zo lullig. Sorry. Ik ben echt gekwetst. Kusje? De hele vorige keer ook bij mij, hè? We gingen me skippen. Maar goed, we gaan even naar het tankstation. Zeg het goed, hè? Let's go. Om? Even dan te wisselen ook. Oh ja. Dan ga ik wel even rijden. Ja, want jij hebt gisteren ook dat file gereden. Super irritant. Ja, dat is wel echt heel irritant, inderdaad. Maar als jij dat graag wil, ja, ik weet niet, ik heb zo'n gevoel als we dan gaan wisselen bij het tankstation, dat dan de file weg. Besef hoe vaak wij dat hebben. Ja, ik heb dat hebben wij echt. Ik heb dat eigenlijk altijd met Marvin. Als ik rij, niks aan de hand en dan gaan we wisselen en dan 5 minuten later staan we in de file. Ja, dat hebben we zo vaak gehad. Maar daarom vind ik het ook lullig en wil ik ook gewoon wisselen. Dan kan ik wel een keertje file rijden. Maar we moeten hier er ook af, hè. Dus dit is wel de afslag waarna we waarschijnlijk weer gewoon kunnen gassen even. Ach ja, besef gewoon dat er mensen zijn die elke dag naar hun werk gaan en elke dag in de file staan. Ik kan me echt niet voorstellen. Wauw. Ja, dat vind ik ook echt bizar. Dat ze dan niet gewoon verhuizen naar de plek waar ze werken. Ja, toch. Soms kan dat natuurlijk niet. Maar sommige mensen die rijden echt volgens bijvoorbeeld elke dag van Amsterdam naar Rotterdam. En elke dag vast. En dan wel heel graag in Amsterdam willen blijven. Ja, ja, dat is ja. Dan ben je toch meer tevreden over die woonomgeving. Wow, kijk wat er op die auto zit. Amsterdamse stickers. XXX stond er op die auto. Op welke? Ja, die. Hij stond op het raam. Ik kan u net niet meer zien. Oh, dat is wel toevallig, hè? Ja, Ajax Enzo XXX. Dat is toevallig. We hadden het net over Amsterdam. Dat is leuk, hè? Dat moment dat je naar rechts moet en dat je gewoon iedereen kan inhalen. Oh my god. Oh my god. Volgens mij gaan we serieus gewoon even ergens binnendoor of zo. Want volgens mij moesten we wel officieel over deze snelweg. Wow. Maar is het gewoon te druk. Wow, kijk hoe mooi. Wow. Wow. En dan komen we nu bij de nieuwe file. Het is echt niet normaal. We hebben letterlijk 5 kilometer even zonder file gereden. En we rijden weer in een nieuwe. Ja, het is echt ongelooflijk. Het staat nu al helemaal vast. Overal waar we heen gaan. Nee. Waarom? We zitten pas een half uur in de auto en worden nu al gek. Oei, oei. Ja, nee, een uur al. Bijna anderhalf uur, joh. Oh my god. Nee. Ja, anderhalf uur al bijna. Nou, we zijn niks opgeschoten, zowat. Leuk, hè? Hey, maar we vinden het wel gezellig, hè?
Thijs en Jantje. Oh man, het is wel lekker weertje, maar... Dat is het dan ook, maar... Yay, zijn we dan hoor. Hoppakee. Tankstationnetje. Had je gehoord of niet? Van de pannenkoekenbakkerij. Nee? Overvallen mannen stropers. Meen je? Politie als in beslag genomen. Hey, shout out naar Roy, man. Shout out naar Roy. Shout out naar Roy voor de grap. Hé, hey, maar leuk hè, file rijden. Ja, echt. Zo lang. Ja, weet je wat het ziek is? Ja. Dat we dus gewoon langs Eindhoven komen. Exact. En daar kom jij vandaan. Eindhoven, ik dacht. Ja. In de malen genomen. Het is echt stom, want we hebben serieus afgesproken dat Thijs en Janneke naar ons zouden komen. Ik bedoel Jantje. Maar ja, uiteindelijk was het helemaal niet nodig, want we rijden langs Eindhoven. Maar dat komt omdat we zo'n omweg nemen door de file. Dat is ook zo. Wat heb jij nou dan? Van een speciaal of niet? Dit is het duurste hoe ik ooit heb gezien. 2,16 euro. 2,16 euro. Oh. Ja, er komt Supreme, hè? Dat is hype. Oh my god. Hoeveel? 123 euro? 23 euro voor 56 liter. Oh my god. Ja, die benzineprijzen blijven maar stijgen. Vooral van ongeloofde 8 en 9 langs snelweg. Dat is niet normaal. Echt bizar. Zo, ik doe hem even dicht. Zo. Zo. Dat is echt absurd, man. Dat is niet geloofd. Niet geloof. Maar we moeten eindelijk ook tanken in Duitsland. Ja, dat hadden we eigenlijk moeten doen inderdaad. Ja, ja, we redden het niet naar Duitsland. Nee. Dus we moesten hier wel tanken. Flutzooi. Niet normaal. Ben je er klaar voor? Ja, ik ga even een grap uithalen. Ik ben benieuwd of ze hem begrijpen. Ja, maar meisje. Hé, hey, ik heb een vraagje. Kom dan. Ik vind jullie gewoon superleuk. Allebei. En gezellig. En ik vroeg me af. En het is eigenlijk best wel ongemakkelijk ook vooral om in de vlog gewoon te vragen. Ja. Maar ik ga het toch gewoon vragen. Hebben jullie misschien zin in een trio? Met wie? Ja. Ja? Dat is niet heel erg ook. Want ik heb best wel trek en ik wil hem op zich wel delen. Oh. Nee, dan zijn we niet hier in zin. Nee? Nee. Wil je niet een trio doen? Nee, niet deze. Oh man. Balen man. Wel, is goed. Dan ga ik naar de volgende auto, ja. Oh man, ik wist helemaal niet dat dit bestond, dames en heren. Maar gewoon een trio bounty. Dit is eigenlijk een beetje de guilty pleasure van mijn moeder, volgens mij. En ik heb dit serieus vroeger echt veel gegeten bij mijn moeder. Wij kochten ook gewoon een kokosnoot. En dan gingen we gewoon die kokosnoot gingen we openmaken. Gingen we dat sap apart doen in een glas. Gingen we dat drinken en dan gingen we die kokosnoot gewoon eten. Dus ja, dit was altijd guilty pleasure. Ja, de grap was heel leuk. Moeder vlog voor kijken. Die kan je niet navertellen. Dat je bij moet zijn. Nee, niet zo doen. Ja, serieus. Vlog komt wel voor 2 dagen online. Oké, dan kijk even op de camera. Janneke moest wel lachen in ieder geval. Ja, Janneke zag er wel zitten, maar... Uiteindelijk was jij vroeg of zij een trio wouden. Maar misschien. Misschien. En Janneke zag daar wel zitten. Misschien. Jij, dat is jouw. Dat antwoord had jij graag gehoord. Dat Janneke zei: ja hoor, kom aan. Ja, maar ze wilde de trio niet met me delen. Nou, dat is wel jammer. Ja, nou. Misschien was ik een vraag. Wat heb jij nou weer? Kan je die bij het tankstation halen? Wat is dat? Dat is niet zo lekker, maar dit is gewoon bananenbrood. Een broodbanaan. Hoe eet jij dat? Als een cakeje. Ja, ja. Oh mijn god. Nou, het is lekker. Nou, lekker smikkelen. Nee hoor, dankjewel. Ik vind dit gewoon super lekker. En daarna ga ik dat eten. En? Heel erg lekker. Dit ga je ook nog eten. Dit heb ik ook voor jou gekocht. Oh my god. Ja, lekker snoepje. En heeft Noël nog extra drinken meegenomen? Hey! Nog wat eten erbij. Lekker smakelijk. Er kwam een man naar me toe en ja, heb je nog pomp openstaan? Oh mijn god. Ik heb gewoon niet betaald. Ik heb alles betaald behalve... Zo bezig met eten bestellen en zo, ja. Zo bezig met al die broodjes en zo. Meestal vragen ze, ja, dan ga ik lekker de schuld op iemand anders afschuiven. Nou, meestal vragen ze, en heb je ook getankt? Ja. Maar, nee. Dat is gewoon haar schuld. Ze gewoon zegt tegen haar. Je hebt niet gevraagd, hè? Hey, was het. Zit je nou in je neus te peuteren? Oh man, zij zegt dat er iets zit, dan moet ik dat toch weghalen. Damme, damme. Thijs is dat echt zo in de spiegel zo in zijn neus te peuteren. Hey. Nee, weet je wat die schat, weet je wat die man zei? Nee. Want ik zei zo van ja. Ik had niet betaald, want ik vond het te duur, dus ik denk ik ga gewoon weg. Dus hij zo lachen, hij zei nee, snap ik wel, maar weet je wat, ik krijg deze van mij. Niet. Hij heeft gewoon een hele tank betaald. Nee. Ja. Nee. Nee, tuurlijk niet. Ik moet gewoon zelf betalen natuurlijk. Ja, dat dacht ik wel. Dus, ja, want het was wel te duur.
Stel je voor, zo iemand zou dat doen. Gewoon elke dag van één iemand de tank betalen. Nou, dat is wel mooi toch? Hey, maatje, wat doe jij hier? Hé, hey, Mier. Mieron? Leuk, schat, leuk. Maar hij moet wel even weg, want anders als hij in de jas gaat, dat vind ik niet fijn. Deze bounty is wel lekker. Waarom wil je hem eigenlijk niet met mij delen? En met Noël? Wat? Ik wil geen trio met mij, Noël. Alleen met Janneke en Thijs. Ja. Ben zo. Afgewezen, nee, ik moet dat niet doen. Ben jij Noël? Maar even serieus, hè? Dan gaan we nog rijden of blijven we hier staan? Ja. Gaan we hier kamperen? Ja. Kom, we gaan. Als ik toeter, moet je ook toeteren. Oké, okay, let's go, man. Let's go, baby. Yo. Gaan we, dames en heren. Dan ga ik even file rijden. Nou, dames en heren. Ik kan jullie nu laten zien dat ik zelf ook last heb van de file, hoor. Het is alleen Myron. Dat is echt niet normaal. Weet je nog hoe laat we eerst zouden aankomen? Kijk nu. Kijk hoeveel kilometer we nog moeten. We zouden om 4:50 eerst aankomen, 4:50. Ja, zoiets. Ja. Weet niet precies bij mijn hoofd. Maar in ieder geval veel eerder dan dit. Oh my god, niet normaal. Ja, hoi. Het is wat het is. Ja. Het is wat het is. Dames en heren, als je zo voor je kijkt en je kijkt dan even een beetje naar links en je kijkt dan even een beetje naar rechts, lijkt dat dan nog op Nederland? Nee, hè? Nee! Nein! Het lijkt ook niet op Duitsland. We zijn in België! Yeah. België! Sowieso shout-out naar iedereen uit België die kijkt. Superleuk. En die ook besteld heeft tijdens 50-50 erop en de KP Acting. We hebben veel België gezien, dus Dat is echt super tof. Dus ja, we rijden eventjes door Duitsland. Ik bedoel België. Verspreek ik me gewoon weer bijna. Zo snel gaat dat in mijn hoofd, hè. Want dan zit ik altijd in mijn hoofd van, maar we moeten naar Duitsland gaan. En dan zeg ik het nog verkeerd ook. Maar we maken heel even gebruik van jullie weg in België. En dan straks zijn we in Duitsland. Het is ook echt serieus helemaal niet zo heel ver waar we eigenlijk naartoe gaan. Dus uiteindelijk is het net over de grens van België. En dan in Duitsland. Straks weer over de grens in Duitsland, ja, klopt. Ja. En in totaal was het ook maar iets van 350 kilometer, dus dat is ook niet ver. Maar wij hebben er straks gewoon 6 uur over gedaan. Ja, we moeten nog 150 kilometer van de 350. Maar maakt niet uit, als we er eenmaal zijn, dan gaat het natuurlijk helemaal goed komen. Dan vergeten we het inderdaad weer. Check eens eventjes hoe mooi dit is, dames en heren. En weet je wat ik ook heel erg gaaf vind? Is dat hier in België heb je dan meteen zoveel mooie bergen. En dan merk je ook, en dat kan je hier zo zien bij mijn wagenweergave. Dan zie je de hellingshoek, dus dan zie je ook met hoeveel graden je omhoog of naar beneden rijdt. Ja, dat is nu een beetje lastig voor jullie om te zien. Maar het is zo sick hoe je dan gewoon zoals nu de hele tijd gewoon omhoog rijdt. In Nederland heb je dat dus nergens. En nu rijden we gewoon echt helemaal zo'n berg op. Ik weet niet, ik vind dat zo leuk rijden in één keer. Het is gewoon anders. Die omgeving, als je weg bent, is zo fijn. Omdat het gewoon anders is. Dat is toch gek. Maar ik ben altijd benieuwd wat bijvoorbeeld de Belgen dan hebben als ze in Nederland zijn. Of zij dat dan in één keer heel mooi vinden. Dus ja. Belgen, reageer even. Want ja, als ik in België of Duitsland ben, dan denk ik altijd, oh, zo'n mooie omgeving hier. Ja, nee, ik heb precies hetzelfde. We rijden dan nu met 5 graden omhoog. Nou, in Nederland, dat klinkt weinig, maar in Nederland heb je dat volgens mij echt niet. Nee, ben ik veel anders beeld die dat heeft. Ja, dus ik ben echt benieuwd. En de Hondsrug, en misschien de Utrechtse Heuvelrug, die is ook nog wel een beetje een heuvel. En in Maastricht natuurlijk heb je best wel wat bergen en zo. Maar ja, dan zit je al bijna weer in België. Ja, klopt. Verder zijn we echt super vlak. Yep. België zit goed als er ooit een overstroming komt, denk ik. Ja, in Nederland is het bijna helemaal weg. Ja. Zo, hoppakee. Even strekken is niet erg. Zo, inderdaad hè. Ja. Ik heb precies hetzelfde. Even lekker strekken hoor. Het is nu precies 6 uur. Oh. Oei, oei, oei. Oh, dit is fijn. Ja, hé, hey, dat is fijn hè. Ik zag die pees staan, ik zag je eraf en ik dacht, yes. Even lekker strekken met z'n allen hoor. Padel in mijn kontje. Ja, ik heb ook ziek veel spierpijn met padel, van padel nog. Fijn die vriendschap. Oh joh joh, ja, zo fijn dit. Oef, heerlijk hoor. Het wordt toch gewoon een beetje donker om 6 uur. Is dat niet te geloven? Ja, even plassen, dat is ook wel goed. Ja, we komen in het donker aan. Wil je vasthouden? Dan kan ik even plassen.
Heb jij mijn piemel vast ook? Dan ga ik ook even platten. Meteen rennen ook. Oh. Wat gebeurde hier? Heb je nu op je broek geplast? Hij is nog aan het plassen. Hoe kan dat? Ik hoop niet dat dit poep is trouwens. Nee, dat is aarde. Nou, het lijkt wel een beetje kak hoor. Nee, ik heb geruikt, dat is aarde. Het is gewoon kak. Je hebt kak aan je hand. Nee, dat is aarde. Ja, ja. Yes, ik ben klaar, ik ben niet gedaan. Wow, ik wilde op mijn wel zijn rug springen, maar hij was aan het plassen. Maar ik ja, maar hij heeft sowieso pis op zijn shirt, dat kan niet anders. Oh, sorry, maar. En ik was ook gewoon nog aan het filmen, gelukkig. Dus je zag jullie ook op de achtergrond zo. Mooi, joh. Kijk hoe glad het is. Ja. Dus ik sprong hier en ik kwam terecht en ik gleed zo uit, zo. Laat. Ja. Oh, dat is goed. Ja, hier. Oh, kakkie bar. Gaat u nu wel? Ik streken van in. Nee. Sorry. Hey, laten we die grote bal even pakken. Ik ga ook even passen. Hé, hey, meisje! Mag ik de auto? Niet die bal in de pit. Niet die bal in de pit. Oh. Oh. Ja, uitgeplast. Kleine kindjes ook weer, hè. Kijk ze rennen. Nou, Thijs, ga maar meespelen. Ja, ga maar meespelen, Thijsie. Ik ga toch niet met die bal zitten spelen. Ja, kom maar! Oh, ja, in de pis. Ik kan zo hoog vallen. Dat is zo grappig. Het ziet er zo nog uit. Ja. Zo! Ja, die bal is echt geniaal. Die bal komt zo hoog, hè. Kijk dan. Oh, joh. Hooghouden is wel makkelijk, hè? Ja. Hé, je staat daar. Kijk je aan. Wow, joh! Dat lukt ook nog. Maar dat is zo sick. Nou, we moeten nog op. Helemaal open, ik schiet er precies in. Ja, er zitten allemaal broodjes en shit in. Noël. Hij kan niet verder open. Het scheelt niet veel. Die bal is zo geniaal. Ja, die bal is echt geniaal. Net een normale voetbal, alleen dan XXL. And we like XXL. Ja, hoor joh, je kan gewoon echt zieke trucjes mee doen. Kijk. Hoi joh. Hij lijkt een klein beetje. Ja, daar hebben jullie geplast. Oh ja, ik sta er tussenin. Oh, ik ben één boek. Jawel. Oh. Hij gaat de weg op. Hij is de weg opgerold. Nee, joh, niet zo snel weg, toch? Nee? Oh, dat is de afrit. Oh, ik dacht al. Gaat ie? Dat voelde ik aan mijn enkel. Dan lag je bijna in de poep. Oh, jezus. Ja, ik trap die niet meer. Oh. Oké. Okay. Hebben jullie energie verloren? Doei. Die enkel van mij. Is het ook zwaarder, denk je? Die bal is sowieso zwaarder, ja. Ja. Oh, kijk hoe klein Enzo lijkt. Ja, lijkt nu weer zo'n eetje of zo'n F'je.
Speel jij bij de F'jes? Oh, die kak. Oh, bijna. Thijs is zo'n stoker soms, hè. Er zit poef aan. Allemaal op Janneke. Jantje. Ja, als je tegen je knie krijgt, komt echt hard terug, hè. Die gaat echt die band. Dat is wel leuk zo, op een kantje. Ja. Als je hoog doet. Diep poep. Oh, even. Teken, tijd om te gaan. Ja, tijd om te gaan. Ik heb van deze bal, man. Die kan hier onder de auto rollen. Precies. Dat zijn mooie dingen. Leuke dingen. Hier. Ja, we gaan, hè. Noël heeft de eer. Zo. Dat was lachen, hè. Zo, ik ben blij dat ik mijn linkervoet niet meer hoef te gebruiken. Ja, als je die bal, zeg maar... Ik verzwikt hem zo uit. Ja, als je, zeg maar, die bal raakt keihard op de punt van je voet... Dan gaat je enkels ook zo, zeg maar. Dus ja, dat is niet lekker, nee. Maar gelukkig automaat, hè. Staat de motor, hè? Ja, hij staat al aan. Ik kan gewoon doorrijden. Het is nog een uurtje, dames en heren. Ja, zo is het. En dan zijn we er. Let's go. Laatste uurtje gaat nog wel eens rijden. Lekker in Duitsland, man. Jij wel chillste. Ja, heerlijk. Echt geen file meer. Precies. Oh my god, we gaan nu ergens heen. Dit is zo ziek. What? Dit is serieus een uitzicht. Oh my god. Kan je u tegen zeggen? Het is net iets te donker. Ja, het is net iets te donker, maar goed. Op zich, de camera die corrigeert het wel redelijk goed, zodat je nog wel iets kan zien. Maar dit is echt, blijkbaar is het een wandelroute hier ergens. Maar, wow. Dit is wel echt sick, hoor. Check eens even. Oh my god. Dit is wel very, very beautiful. Oh, yo. Volgens mij is dit ook stijl hier beneden, hoor. Oh my god. Oh, yo. Oh, ja, hier is gewoon een bankje. Ja, dat is een bankje, maar besef wat voor locatie, bro. Enge vibe hier, hoor. Oh, yo. Over die brug, helemaal daarachter, daar reden we net, hè. Helemaal van die kant naar die kant. Oh ja, what the fuck. Zie je hoe ziek? Het is zo mooi. Ja, dit is echt sick. Maar besef, we gaan nog een stuk hoger en daarachter zit dat park waar we verblijven. Ja, we hebben een mooi uitzicht, denk ik. Ja, 100%. Hier, daar beneden heb je een heel park met allemaal caravans en campers. Ja, kijk. Maar joh. Daar beneden heb je blijkbaar een of andere camping, dit stukje hier zo. Maar damn, it's beautiful. Hier gaan we downhill mountainbiken. Ja, dit is echt heel erg nice. Zo. Beautiful. Very, very nice. Kijk, de ladies zitten hier dan. Damn, dit is echt een zieke plek, hoor. Sheesh. Wow, yo, dit is zo onwerkelijk met die achtergrond. Echt niet normaal. Oh my god, dit is zo eng eigenlijk. Ja, dat je daar gewoon gaat staan op dat randje. Ziek, hè? Ja, jij durft. Oh my god, echt niet normaal dit. Echt heel erg sick. Ja, het is super koud. Voel de wind door je haren. Wow, maar dit wordt echt zo nice. Maar ik pak even mijn jassie. Zo, jassie gaat aan. Ja, echt, hè? Even jassie pakken. Oeh. Ondertussen heb ik ook wel echt heel veel trek gekregen, hoor. Ik heb zin in een braadwoerst. Jawoel. Hoppakee. Oh, lekker warm, hoor. Het winterjasje van Knolpower. Heerlijk, dames en heren, heerlijk. Ik laat binnenkort aan jullie weten wanneer die online komt. Denk nog een paar weekjes. Uitzicht bij Noël echt goed. Uitzicht bij Noël is echt mooi, schijnbaar. Net als hoogteverschil. Damn. Eigenlijk moeten we hier zo eventjes, want deze corrigeert het nog best wel nice. Dat we even zo omdraaien, dat we even een groepsfoto maken. Let's go, gang. Dat zo vacation zijn. Met kleding aan of zonder? Maar wat ben je aan het doen? Ja, want dan kan ik zo van boven, toch? Oh ja, hoe is het daar zo licht? Dat snap ik ook nooit. Ja, maar dat is die lens. Dat is een glitch, man. En in één keer zo'n slangen bijt in mijn hand. Oké. We zijn aangekomen, check dit. What? Oké, laten we even inchecken. Maar dit is echt sikke omgeving, hoor. Ik ga sowieso wat mooie drone shots maken hier. Maar dat doe ik dan natuurlijk even overdag. Maar het wordt echt weer lijp. We hebben wel mondkapje op. Want je hebt hier overal in Duitsland dat je mondkapje moet dragen. Zowel in tankstations als binnen bij restaurant. Of je nou gevaccineerd bent of niet. Dus allemaal even mondkapje op. We hebben zojuist ingecheckt en we hebben de sleutels gekregen. En ze vroegen, zullen we even de bungalow laten zien? En toen had ik zoiets van, nou, iedereen heeft eigenlijk wel trek na het reizen. Mogen we misschien eerst eten? Kan dat ook? Ja,
Want het restaurant zit letterlijk naast de incheckbalie. En toen zei ze, ja hoor, dat is geen probleem. Dus we hebben lekker wat te drinken. En ik heb hier een heerlijke hamburger. Dat is wel mijn best hoor, moet ik zeggen. En na het eten gaan we eventjes naar de bungalow toe. En dan laten we de rest wel eventjes zien. Oké, we hebben heerlijk, gegeten in het Duits? Yes. Je gegessen. Vroeg ik het aan thuis van jou? Oh, ik dacht dat je het gewoon allemaal van. Maar ik wist het niet, man. Nee. Maar gegessen, we hebben heerlijk gegessen, of niet? Ik weet het. Ja, nice. Oké, we gaan nu even naar de bungalow. Ik heb de sleutels hier zo. Dus laten we eens even kijken hoe het eruit ziet. Ik weet zeker dat we het niet in één keer gaan vinden, thuisje. Ik weet het zeker. Vooral niet in het donker. Dat is altijd zo. Kijk ook hoe mooi trouwens. We gaan op vakantie en we nemen mee. Kijk wat aan. Pokémon. Pokémon. Oh. Echt niet normaal. Pokémon, Pokémon, Pokémon. Dit vind ik zo net. Wie is dit? Ja, dat doet Noël. Die legt zijn kauwgompjes daar bovenop. Dat jij niet meer. Waarom gooit hij die weg? Ja, weet ik niet. Hij wil die vanavond ook voor het slapen. Hij gaat weer een nieuwe kregen. Ja, pak weer een nieuwe. Ja. Ja, doe mij ook weer eentje als je wil. Ja, dat is ook eentje? Ja, denk ik. Mijn kauwgompje? Zal ik ze allemaal opdekken? Waar zei die vrouw dan dat was? 400 meter, man. Ergens op park. Ja, moet je dat zeggen, man. Iedereen wil een huisje in Nederland hebben, man. 2-4 terug, man. Ik ga hem alleen eten. Nee, hier, daar staat ook. Hier naar rechts. 1 tot 76 en we hebben 48. Dus we moesten op deze weg 400 meter rijden en dan naar links. Het is koud, hè? Wie houdt de meters bij? 100. Volgens mij moesten we daar erin. Ja. Hier links? Zijn dat 350? Nee, volgens mij moesten we daar serieus al zijn erin. 200. Oh, hier aan. Jij volgens mij daar eerder al. Of hier? Nee, nee, we zijn al te ver. Joh, jullie zijn 150 meter. Ja, ja, ja. Nee, ik niet, man. Ja, hun denken ook, what the fuck. What the fuck, wie zit er in mijn auto? Ja, te ver natuurlijk. Kijk even terug, man. Jongens, ik heb net een wijntje genuttigd. Ja. Marvin die rijdt in de auto van Thijs. Zeg, geen terug, man. Zo, wel een leuke huisjes als ik dit zo zie. Er zijn ook kaartspelletjes aan het spelen. Ja, wij gaan ook nog spelletjes spelen. Kijk hoe leuk dit uitziet al die huisjes hier. Even kijken, 48. Nee, wat? Dit is 33 dan. Dit kan nooit. Ja, dit is 33, hè? Ik zei het nog, dit gaat helemaal mis. Ze zijn helemaal verkeerd. Wie zei dan in Rotterdam hierheen moesten? Ja, volgens mij Enzo, man. Ja, ik geloof het ook. Sowieso een huisje vinden in een park is mij volgens mij nog geen één keer goed gegaan. Ik denk dat die onderste inderdaad voor de meest rechter is en dan de middelste voor deze. Ja, denk ik ook. Make for what a sense, my man. Ja, 100%. Maar wat, waar is 25 en 33 dan? Ja, dat was toch daar beneden? Oh. Dan reden we toch niet langs? Dan heb je toch geteld? Ja. Nee. Ja, het is niet dit huisje, maar het volgende. Ja. Yes. Wow, het ziet er wel super mooi uit. Oeh, dit is hem. Ja, deze. Oh, dit is ons schatje. Oeh. Dit is het. 48. En een mooi parkeerplekje. Let's go. Hoppa. Nice. Nice. Get it. Dit is hem. Zo, auto is mooi geparkeerd. Ja. Hoppakee, precies plek voor twee. Het was meteen even een test met de auto van Thijs. Van keren op zo'n smal stukje. Ja, hè? En jij hebt geen achteruitrijkijkcamera. Nee. Dus je moet even weer wennen. Zeg Janneke, ja, anders piept hij wel, toch? Janneke, niet doen, niet doen. Oké, okay, we hebben hier de sleutels, dus laten we even checken hier. Kijk eens. Hoppakee. Hey, maatje. Hey, Enzo. Hé, jullie bent stijkje hier. Even kijken, lampjes even aan. Wow, dit is vet. Hé, hey, ja. Wow, kijk eens even. Hoppakee, Landal feliciteert Enzo Knol met zijn 3000ste vlog. Ter waarde van een gratis verblijf. Hoe vet is dat? Oh my god, wat hier ligt, dames en heren, dat is iets. Dat is zo ontzettend vet. En het is ook echt mooi dat ik zoiets kan terugdoen samen met Landal. Dus dat is echt heel erg dik. Ga ik straks uitleggen. Laten we eerst even kijken wat we nog meer hebben. Mooie keuken wel. Zeker mooie keuken wel. Oh. Ligt er allemaal lekkers. Oh, allemaal lekkere koekjes, smikkelen. Kijk, hier hebben we de woonkamer. Heel erg gezellig. Lekker cozy. Zo, mooie tv erbij. Het uitzicht kunnen we inderdaad niet zien, maar dat is morgen natuurlijk leuk. Ja. Wat hebben we hier voor deurtje? De bezemkast. Hey, de bezemkast. Oh nee, wacht, hier, kijk. Nou, top. Goed, laten we de rest kijken. Dit hebben eigenlijk het huisje, Henne. Zo slecht. Oh, ik schrok echt. Nee. Nee, ik schrok echt niet. Nee? Volgens mij. Moet even terugkijken. Oké, laten we even de rest checken. Wat hebben we nog meer allemaal? Ik denk dat dit de wc is, eerlijk gezegd. Ja, kijk, de wc. Wow, is best wel groot, hoor. Wow, we hebben nog een bovenverdieping. Wow. Wat hebben we hier, de badkamer?
Oh, ik wist dat gewoon, hè. Goeie, joh. Hi, maatjes. Nice, hoor. Wow, soda. Wat? Goeie, joh. Nee. Daar zei jouw moeder nog. Ja. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Zit waarschijnlijk een sauna, hè. Daar zit dan nog echt in. Oh my god, dat is zo fijn. Lekker in de sauna. Dat is echt heel. Beter. Ik ga weer morgen kijken. Hij krijgt hem niet open. Duwen. Oh. Ja, goed, echt. Nice, hoor. Beter, lekker maatje. Nou, ik heb wel eens het kamertje. Later. Ja, losse, ja, ja. Nice, hoor. Hier twee eenpersoonsbedden. Heel erg nice. Hé, wat is dit dan? Dit is gewoon een kast, een kledingkast. Dat is gek. Geinig. Hey, kan. En wat hebben we hier? Tweepersoonsbed. Heel erg nice. En we hebben een bovenverdieping. Ja. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Tot boven. Wow, dit is wel nice. Hier ook een tweepersoonsbed. Wow, dit is zo nice. Dit is tof. Wow, kijk dan het uitzicht. Hoi, oh, joh. Wow. Zo ziek, bro. Wow, joh, kijk hoe dat eruit ziet op de camera. Ja, waarschijnlijk zien jullie dat niet, maar jongens, echt. Mooi uitzicht. Heel sick. Het is donker nu. Het is heel donker nu, maar wel gaaf, hoor. Let's go. Nice, beter. We home, baby. Welke kamer wil jij, Thijs? Met Janneke? Maar even zo. Ja, zeg maar. Of jij en Enzo doen steen, papier, schaar. Ik denk, tenminste, ik het liefst beneden. Beneden? Echt? Ja. Ik bij mij. Jij? Ik kom er heel niet in. Dan boven. Het nadeel van deze boven is dat je geen badkamer of wc hebt. Het enige wat ik even wil checken is, want kijk, hier zit zo'n topper op het bed. Zie je dat? Waardoor je geen spleet hebt. Als dat beneden naar hoog zo is. Hoi, joh, die gaat helemaal checken. Hoi, joh. Ik ga gewoon slapen. Ik weet niet, op vakantie. Ja, nee, het maakt mij serieus helemaal niks uit. Ook al moet ik moet altijd denken meteen aan filmen en camera spullen en tassen en zo. Dan heb ik zoiets van ja, al mijn spullen leg ik toch beneden. Dus daarom is. Ja, dat is voor mij het chillst. Met camera, tassen, spullen, equipment, opladen. Willen jullie boven? Ja, prima. Wij boven. Gewoon lekker privé boven jullie? Nee, wij twee toppers boven. Dat is goed. 1, 2. Ja, ja. Eventjes wat meer informatie over de vakantie en de 3000ste vlog. Zoals ik al zei, ik heb wat leuke dingetjes geregeld. Omdat de 3000ste vlog eraan komt. Dat is natuurlijk een super belangrijk punt in mijn leven. Omdat ik nooit had verwacht dat ik überhaupt zoveel zou bereiken met mijn vlogs. Maar kijk eens wat ik in de afgelopen 3000 vlogs wel niet heb meegemaakt. Oftewel de afgelopen 3000 dagen. Dat is echt absurd. En nu wil ik heel graag wat terug doen. Dus ik heb best wel wat dingetjes bedacht die ik terug kan doen voor jullie. En dit is wel een groot onderdeel daarvan. Want ik ga dus 3 vakanties weggeven voor een maximaal 6 personen per vakantie. Dat is een bon die je krijgt van mij. Als je meedoet met de winactie, dan stuur ik deze naar je op. De enveloppe, alles ligt al klaar. En dan kan je die inleveren tot en met 21 december 2022. Dus die is voor echt bijna een geheel jaar goed. Dus dat is wel echt super tof. Want heel erg vaak zijn er vragen van wow, Enzo, het was zo leuk. En het lijkt me echt tof om ook daar op vakantie te gaan. En het komt natuurlijk ook wel eens voor dat er mensen zijn die niet genoeg centjes hebben om op vakantie te gaan. Dus nu hoop ik op deze manier wat tofs terug te doen. Wij gaan hier in ieder geval in dit landbouwpark de aankomende dagen heerlijk vertoeven. We hebben echt super vette activiteiten. Een hele gave planning hebben we voor ons liggen die we gaan doen. En jullie hebben ons vaker vakanties zien vieren op een van de landbouwparken. En deze bon die kan je dus ook inleveren voor een landbouwpark die je wil, naar keuze. Dus dat is wel heel erg tof. Dus misschien een van de parken waar wij zijn geweest kan je dan heen gaan. Of misschien eentje waar we niet heen zijn geweest, tenminste nog niet. Want de bedoeling is dat we zoveel mogelijk landbouwparken gaan zien. En daar leuke vlogs gaan maken en alle activiteiten gaan doen die daar in de buurt zijn. Dus de 3 vakanties die ik ga weggeven, die ga ik aankomende zondag, dus dat is vandaag dat jullie deze vlog kijken, weggeven in de livestream. Dus zorg dat je erbij bent. twitch.tv/enzoknol. Ik livestream elke zondag van 6 tot half 11. Check even het linkje in de beschrijving. Kom naar de livestream. Van 6 tot half 11 doe ik de livestream. En ergens tussen die 6 en half 11 s'avonds geef ik 3 vakanties weg van Landal voor de 3000ste vlog. Dus bij deze wil ik ook wel heel erg Landal bedanken dat ze de mogelijkheid geven om 3 vakanties te sponsoren voor gewoon leuke families. Dat vind ik echt serieus heel erg tof. Dus daar gaan we sowieso mensen mee blij maken. Dat is een mooi iets om terug te doen voor jullie. En dat is niet alles, maar meer informatie vertel ik er later over. Maar dit is wel echt een groot onderdeel
van het vieren van de 3000ste vlog. Dat is echt sick, want we blijven hier een week en over een paar dagen neem ik de 3000ste vlog op. Dus ja, dat is wel een speciaal moment. Dus dat gaan we hier vieren op Landal. Dus dat wordt echt super gaaf. Dit wordt echt super mooi, dames en heren. We hebben al onze spullen op de kamers gelegd en het is tijd om even een spelletje te spelen. Dus we gaan nu een spelletje doen en we hebben een paar onderdelen gekregen. Kijk, dit zijn mijn items die ik moet gebruiken. Het zijn 3 items. Dat kan dus. Oh, ik laat mijn ook vallen. Ja, mijn ligt nu onder. Yo, step up your game, hè. Kan jij hem zien? Ah, maar... ik snap hem. Step up your game. Ik leg hem nog wel even uit. In ieder geval, we hebben hier Peter, de alpaca. En die heeft een rugtasje, soort van. En daar moeten we items in doen. Kijk, bezemstil. Hop. Bezemstil, kan je ook hier doen. Hop. Verdomme. Wat is er? Ja, mijn kruk is gevallen. Dat meen je niet. Ja. Ah, kan... kruk, man. Het kan niet al zo ver weg liggen. Zo, ik ben echt wel zat. Hij ligt helemaal aan de achterkant. Daar kan je nooit bij. Zullen we dan doen dat Thijs als eerste aan de beurt is? En als je aan de beurt bent, moet je dus het hoofd naar je toe draaien. Want die Peter de alpaca, die kan dus spugen. Ja? Ja, dus ik moest eentje klikken en dan... Dan snel een item erop leggen en als je klaar bent, weer klikken. Huh, nu gaat hij spugen, toch? Nee. Nee, was op tijd. Oh, echt? Oké, en nou? Nu het hoofd naar jou toe. Oh nee, wat spannend. Hij is wel aan het druppen, jongen. Peter, rustig aan, hè. Hij is wel boos. Oké, dat is het. Hij is ook zenuwachtig voor zijn zin. Oké, dan ben jij niet. Maar straks past het natuurlijk niet meer. Nee, dan wordt het moeilijk. Naar jouw kant draaien. Ja, je moet de kop naar jou toe draaien. Wow, dan krijg je rustig aan. Daar, zo moet hij. Dan stop je nu meteen. Ja. Oké. Moet je hem echt goed aandrukken. Oh, ja, die moet je nemen nu. Hey! 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 Maar waarom doet hij dat? Ik had hem gewoon goed. Hij had hem wel goed, zou je zeggen. Oh, joh, er komt best wat water uit. Maar het is hoe Marlon hem indrukte, zo moet hij stoppen. Ja, want bij ons gaat hij nog... Ja, dat moet niet meer. Hard drukt jij hem in. Even kijken, ik ga heel even dichtbij. Ik schrok wel. Ja, jij schrok, hè. Ik schrok. Aanval. Hoofd voorzichtig, helemaal omlaag om de timer te stoppen. Kijk. Helemaal doe eens testen. Dus helemaal omlaag. Ja. En daarna? Nee, nee, eerst klein tikje. Klein tikje, nee. Doe eens. Helemaal omlaag nu. Oh. Nu gaat hij lopen. En nu stop je hem. Ah. Ja. Ja, okay. Je moet hem dus echt helemaal naar beneden drukken. Ja, dus eerst een zacht tikje eigenlijk. Gewoon normaal. Dan gaat hij lopen. Ja, en dan helemaal naar beneden en dan stopt hij. Ja. Oké, okay. Okay, dan weet je dat vanaf nu. Oké, doen we dan nieuwe ronde? Want dit was eigenlijk niet eerlijk. Dan heeft Enzo verloren, nee, toch? Of gaan we gewoon door? Ja, nee, dan ben ik nat. En, nou, die tafel is ook... Iedereen spulletjes weer pakken. Ik moet wel onthouden welke van jou waren. Goed, dan ga jij nu weer dan toch thuis. Nou, let's go dan. Ga je dan een keer mensen anders beginnen? Dat is misschien wel leuk. Nee, doe een klein tikje. Juist! Boem! Door. Goed zo. Wauw. Ja, yeah, nice. Zo, jij deed wel een ander. Ja, deed een gitaartje erin nu. Oh. Dat maakt niet uit. Net zo slim. Oei, oh. Oké, want die timer blijft, wordt elke keer korter. Weet ik niet. Volgens mij is het willekeurig. Of gaat hij elke keer opnieuw? Dan gaat hij bij mij waarschijnlijk wel af. Oh. Oké, joh. Gas, hij doet dat gewoon. Mooi, joh. Nee, maar mooi. Volgens mij gaat hij elke keer opnieuw, hoor, heb ik het idee. Zo, maar niks mag er afvallen. Wow, dit is een mooi spel. Nu begin ik het spel door te krijgen. Kijk, want ik kan nu dit doen. Ja, nu moet je pakken. Nee, wat de fuck, man. Hij spoot al. Maar die was die van spoot mij. Spoot je al? Ja. Ja, op je mouw. Op je mouw. Ja, maar dat is dus... Jij begint het spel dus niet door te hebben. Nee, maar ik dacht... Ja, ik ben wel af, ja. Nee, maar nu moet je... Nee, nu maar ben deze, je af. Die moet je nu houden. Oh, ben ik nu af? Als er eentje... Nee, die moet je nu gewoon houden. Dus je hebt nu niet eentje kwijt. Oh, natuurlijk. Dat is het doel van het spel. Is dus dat iedereen ze kwijtraakt. Ja, ja, natuurlijk. Ah, ja. Wij hebben allemaal nog twee. En, jij en hebt als die dus deze nu, nog twee, nu ook gevallen was, die bezem, dan had hij die ook moeten pakken. Ah, oké. Dus nu is Jenneke. Oh. Even zeggen. Zo, dat is slim. Koffertje eraan vast. Nou, gelukkig hè, met jouw dingetjes. Wow, wordt wel moeilijker, hè? Zo beter zijn plas, jongen. Ja. Oh! Oh, hé, daar gaat-ie. Nee, maar je moet die nog allemaal doen.
Nee, maar die moet ik sowieso pakken, denk ik dan. Als echt? Want er zijn 3 items gevallen. Ja, dan moet ik die sowieso allemaal pakken, denk ik. Oh my god. Of moet je dan... Ja, maakt mij niet uit, maar ik pak ze nu wel. Maar doen we dan vanaf nu afspreken dat... Ja, dan moet je net zo lang bezig... Zoveel mogelijk weer op te krijgen. Ja, okay. Ja, dat is wel leuk. En wat dan niet erop zit en hij is afgegaan, dat moet je houden. Okay. Ja, is goed. Ja, het is net hoe moeilijk je het zelf maakt, natuurlijk. Maar welke items je hebt. Ja, zeker weten. Tactisch. Hoppa. Ik heb nog 1, de step. Ik heb nog 1. Step right up. Walk right in. Ik heb een optie gezien. Oeh. Ah, die zit er mooi in, hoor. De laatste. Oeh, oh ja, heb je daar gewonnen? Winnen. Ja. Oh ja. Ah. Ik kan wel winnen. Ja. Ja. Oh, okay. Nou, die zit erin. Nou, toch? Dat is nice, dat is mooi. Perfect, dat is gewoon een vlogcameraatje, dat. Nou. Yes. Ja, en jullie moeten sowieso nog, ook nog we moeten de ronde afmaken. Ja, ja, ik heb hier de step nog. Ja, ik heb best wel moeilijke items, vind ik. En veel. Ja, nou, ja. Heel veel. Oké. Okay. Ja. Oh. Ah! Oh, spoot hij al. Het was op de spuit. Oké, dus, okay, dus dit mag blijven zitten. Ja. Oké. Okay. Nou, nu moet de step er nog op. De step moet er nog op. Daar ben ik klaar voor. Ben jij er klaar voor? Smart, smart. Doet hij goed, hoor. Ja, ja, toch? Ja, doet hij goed, doet hij goed. Kijk. Noei, steek die lama's even lekker voor. Alpaca. Oh, jij hebt een hele kleine. Oh, parapluutje. Hoppa. Hey. Dat was hem al. Godzo. Nou, Thijsie. Ja, jongens, ik heb er nog eentje. Je hebt nog eentje. Kijk hem kijken. Hij is nat gespoten. Ja, en deze 2 liggen eraf, dus die moet je pakken. Hey, Myron, hey. Hey. Let's go. Maar dit ligt zo wankel allemaal. Ja. Dat het wie heeft die step erop gelegd? Dat heb ik niet eens gezien. Dat is wel slim. Oké, let's go, Myron. Nee, dat helemaal niks. Maar alles valt alles af. Ja, ik ga deze gewoon proberen nu in 1 keer de allemaal. Peter, Peter. Nee. Ja. Oh. Hey, weer nat. Is iedereen verder klaar? Ja. Ja. Alleen wij 2. Of we gaan opnieuw beginnen. Nee, ik weet het al, want ik ga nou, let op. Ik ga hele zieke play doen. Je mag niet 2 tegelijk, hè? Nee. Kijk deze hier, let op. Okay. En nu? Ja, nou heb je hem denk ik niet te... Ja, je had hem niet, je had hem niet genoeg ingedrukt. En de ladder valt nee, erover. Nee, die kant. Nou, ik dat de ladder niet meer valt, hè, maar. Ja, kom op. Die hoed gaat naar mij. Gaat die vallen, denk je? Wacht. Ja, als het kan, alleen het hoofd draaien. Ja, dat is wel beter. Zo. Hey, wat fuck, beter. Dat mag niet wel, dat mag niet wel. Ja, ja, misschien niet op het hoofd. Ik weet het niet. Ik kan nu niet meer klikken, man. Nou, maar goed, laten we opnieuw beginnen. Ik heb verloren, jullie 3 hebben gewonnen. Yes. Thijs 2. Ja, Jantje, Noël en ik. Ja. Hey. Zo, dames en heren, dat is dan de vlog voor vandaag. De allereerste vakantievlog. Morgen gaat eigenlijk pas echt het feest beginnen, dus hopelijk ben je er morgen bij. Vergeet dan niet terug te keren op mijn kanaal om 4 uur. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet dat duimpje omhoog niet. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace!